Ja, dames en heren, thuis, daar zijn we, live hier vanuit Bokstel met de grote In de Trek 2019. Naast mij staat Jan Spijkers. Jij bent de specialist vandaag, toch? Dat hoop ik. Ja, hè? Ja, ik hoop vandaag de kijkers wat meer te kunnen vertellen over alle deelnemers die in de optocht aanwezig zijn. Ja, wat kunnen we allemaal verwachten vandaag? Nou, ja, helaas, in verband met het slechte weer, zijn er natuurlijk wat minder deelnemers aan de optocht dan andere jaren. Maar de carnavalsverenigingen die normaal altijd aan de optocht deelnemen, die zijn er wel. Ja. Alleen de spontane deelnemers, die ontbreken nu, ja. Helaas. Ja, er zijn er een aantal spontane deelnemers volgens mij. Er zijn er een stuk of vier die zich wel hebben opgegeven. In totaal zullen we 20 wagens en loopgroepen gaan zien vandaag. Dus het belooft toch een hele mooie optocht te worden. De opkomst is eigenlijk best wel groot, ondanks het slechte weer. Ja, zelfs hier op de Bossenweg, waar wij staan, staat er behoorlijk wat publiek te kijken. Ja. Op de markt zal het waarschijnlijk meer zijn, want daar staat een hele grote biertank. maar ook een muziekwagen. Dus. Ja. Ja, wij, voor de mensen thuis, wij kunnen hier meekijken, dus wij zien ook een beetje straks Wat jullie thuis gaan zien. Jolene die is voor ons overal en ergens. Die is mobiel vandaag. Dus je zal misschien her en der op de wagen springen en een beetje mee gaan praten met de mensen gaan interviewen. Jan, is er een bepaalde wagen waar je naar uitkijkt? Ja, die zijn er verschillende, maar ik denk dat het beter is dat we nu even aangeven wat er nu hier langskomt. Ja. Want dat is de wagen van de Red River Band. Ja. En de Red River Band is een carnavalsvereniging die al een groot aantal jaren bestaat. Mm-hmm. Die heel veel doen aan muziek. Ze hebben een eigen jeugdopleiding voor de muzikantjes. Echt? Ja, echt waar. Oh, dus die zijn bijzonder actief. En die komen nu net hier de hoek. We rijden hier net de hoek om. Ja. Ik weet niet hoeveel muzikanten er op de wagen zitten, maar zij bezorgen over het algemeen fijne carnavalsmuziek. Ja. En dat is nu ook wel te horen, denk ik. Ja, en achter de grote mannen van de Red River Band zitten de Red River Kids. Ja, dat zijn de kinderen van de kinderen van dat de zijn ouderen. De aanstormende talenten. Waarschijnlijk wel. Dat is het beste te hopen voor het carnaval in Bokstel. Ja. Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat er dadelijk als alle oudere leden van de carnavalsvereniging vertrokken zijn, dat er dan geen aanvulling of een vernieuwing aanwezig is. Nee, tuurlijk. Oh, wat leuk. Ja. Ja. Oh ja, ik ben de serpentine aan het gooien. Ja. Hoort erbij. Ja, helaas moeten ze natuurlijk nu in verband met het slechte weer een beetje regenkleding aan, anders zijn ze veel leuker uitgedost. Ja, nou volgens mij jammer, over een aantal minuten voor de mensen thuis wordt het droog, dus als het goed is kunnen ze nog wel een beetje op temperatuur komen. Ik hoop het. En anders moeten ze meer dansen. Ja, toch. Ja. Kijk, als ze de aansluiting houden bij de eerste groep en dan vervolgens bij alle andere groepen. En ze want de nummer 3, hè, we zien daarachter zien we al een aantal dames met paraplu's aankomen lopen. Dat zijn de ladies. Hè. Dan ga je ook in de gat in uw kop. Dat is een leus. Dat is een leus, ja. En de ladies hebben in de gat in hun kop. En willen dat alle wagenaars en wagenerinnen datzelfde beleven deze dagen. Ja. Of dat lukt. Wat doen deze? Nou, in feite doen ze niks. Ze zijn gewoon het is een groep die eigenlijk ieder jaar al in de optocht aanwezig is. Ja. Al een groot aantal jaren. Ja. En zij zijn eigenlijk een beetje de leuke noot. In de optocht, de vrolijke noot. En, zie je nou in de optocht, hè? Zien we nou in de optocht ieder jaar een beetje dezelfde gezichten? Zijn het echt van die vaste groepen die ieder jaar eigenlijk meedoen? Dat is inderdaad zo. Je hebt natuurlijk de carnavalsverenigingen die er normaal ieder jaar zijn. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk een aantal muziekgroepen die in de optocht deelnemen. Maar die beginnen langzamerhand die ook een soort carnavalsvereniging te worden. Omdat ze dus regelmatig in die optocht deelnemen. Ja. Zoals ik voor de mensen thuis, ik weet niet of u mij ziet of dat u nu op de wagens bent geënt. Maar misschien kunnen ze in de... Ja, daar zijn we. Ik zei het net al voor de mensen thuis. Jolene die is mobiel en die staat ergens hier bij de optocht. Jolene, hoe gaat het bij jou? Nou, het gaat hier fantastisch aan de kant. Het regent wel, maar ik sta heel even onder een parapluutje. Gaat-ie goed?
Het gaat hartstikke leuk. Genoeg mensen aan de kant en ja, prachtig om te zien. Enthousiasme is groot. Ik zie hier iets aankomen en ik vrees dat ik iets moet uitproberen. Ik ga even kijken hoor. Ik ga gewoon mijn gang. Ik ben niet gecued, maar ik doe het toch. Oké. Okay. Beste mensen. Wat mooi. Leg eens uit. Wat is dit? Dit is een mobiele playroute. Een mobiele? De mobiele playroute. En wat levert het op? Bokstel heeft de plasroute geopend. En wij hebben er nu een mobiele play-eenheid. Een playmobiel. Lang over nagedacht? Nou, dat valt wel mee eigenlijk. Hey, dit is het begin van de route. Hoe is de opkomst tot nu toe? Heb je het leuk? Ja, het is sowieso leuk. Maar het is wel gewoon vervelend weer. Maar ja, daar kan niemand iets aan doen. Even doorduwen, dan mag je de kroeg in. Ja, zo is het. Oké, succes. Dankjewel. Hè. Ja, tot dusver Joleen. Die zal zo een aantal keren wel terugkomen nog tijdens deze uitzending. Jan, Buurtschap West, die heeft een wagen. De verkeerde doos van zolder gehaald. Of zien we die nu niet? Ja, die zit hier achter. Ja? De Buurtschap West is een hele grote vereniging. Ja? Een buurtvereniging. Ja? Die ieder jaar in de carnavalsoptocht aanwezig is. Zij hebben dit jaar het motto, hebben de verkeerde doos van de zolder gehaald. Ja? En dat zijn dan de kerstballen in plaats van de carnavalsballen die je eigenlijk zou moeten hebben. Maar... Wat zij wel maar hebben... Maar volgens mij, wat we nu zien, dat is de Playmobil. Dat is de fretjes nog steeds. Met de Playmobil, de fretjes. Ja. Dit is een van de voorbeelden die even ingestapt zijn. Die zeiden van, oh, we gaan toch even meedoen. Ja, dat is een van de vier. Maar die zijn er ook eigenlijk ieder jaar bij, de fretjes. Dat is eigenlijk een vaste groep die als vaste deelnemer aan de optocht komt, maar altijd op het allerlaatste moment. Maar wat is de reden dat ze zich dan niet van tevoren inschrijven? Willen ze niet prijsgeven wat ze gaan doen? Dat zou best de reden kunnen zijn. Ja, alleen weet ik het ook niet. Maar ze komen wel altijd interessant of met leuke dingen voor de dag. Ja. En kijk, nu zitten ze. Ja, nu zitten ze op de plek, denk ik. Ja. Ja, en achter hun zien we iets met kerst, heb ik het idee. Of niet? Ik weet niet of we daar al met de camera's zijn. Buurtschap West komt daaraan. Hè? Ja. Oh, dat is Buurtschap West. Dat is Buurtschap West. Dat zijn de kerstmannen. Oh ja. Die hebben dus de verkeerde doos van zolder gehaald. Oh, maar als echte Inde gaan ze toch met hun kerstballen gaan ze toch op een gegeven moment carnaval vieren. Ja. En wat maakt het nou zo leuk, Jan, voor deze mensen om aan de optocht mee te doen? Nou, denk jij? Dit is een hele speciale buurt in Boksel West. En die hebben heel veel activiteiten in de loop van het jaar. Vooral voor de kinderen organiseren ze heel veel dingen. Ja. En dan is het ook erg leuk dat ze dus op een gegeven moment ook in de opdracht zijn. Een van de bewoners van Boksel West is ook onze zangeres van de Dorinis. Oh, ja. Dorien. Die heeft daar bij haar boerderij... ook een aantal mogelijkheden om voor die kinderen bezig te zijn. Ja. Ze maken wel geweldig veel lawaai, hè? Ja, ze komen hier nu recht voorbij, inderdaad. Ja. Kijk, Joleen gaat ondertussen op de slee zitten. Smeus, wat geweldig. Ja. Kerstmeus op. Een heel goed kerstfeest. Kijk. Hey, de wagen die we nu zien, Jan... Die hoort erbij. Die hoort erbij. Ja, ja exact. De wagen hoort er nog bij. Nou, ze hebben in ieder geval hele gezellige muziek. Ik weet niet of de kijkers thuis het ook meekrijgen, maar...
Nou, ik Jan en ik gaan hier swingend, hoppa! Ja, rond de tafel. In de auto. In de auto. Nou, ze hebben het wel. Je zou bijna zeggen dat het gewoon een volwaardige wagen is. Want ze staan bij mij. Oh, ze staan trouwens als wagen, inderdaad. Ja, ja. Buurtschap West. Oh, wat mooi. Ze hebben de kindjes mooi in de kerstboom gehangen, Jan. Dat hebben ze heel, goed gedaan, ja. Bitter. Ja, daar gaan dus Buurtschap West. Ja, en dan krijgen we na Buurtschap West krijgen we carnavalsvereniging Kittels. Tenminste, als de volgorde in de optocht nog hetzelfde is. Als de volgorde nog steeds hetzelfde is, inderdaad. Als zogegeven. En ja, die carnavalsvereniging de Kittels gaat op zoek naar burgemeesterskandidaten. Ja, ik hoor je, Koen. Voor Indegat, want Indegat die moet een nieuwe burgemeester krijgen. Ja. Ja, Boksel moet een nieuwe burgemeester krijgen, maar ja, het is niet zo gemakkelijk om een goede te vinden natuurlijk. Oh, en ze hebben dus zelf een vertrouwenscommissie hebben ze in het leven geroepen bij de carnavalsvereniging De Kittels. Ja. Net zoals ze dat ook in de gemeenteraad gedaan hebben, ja, om een geschikte kandidaat te zoeken. En ja. Zij kijken dus waarschijnlijk tijdens het lopen van de optocht of er iemand bij het publiek aanwezig is die geschikt zou kunnen zijn om als nieuwe burgemeester van Boksel te kunnen gaan functioneren. Ja, want die burgemeester die we nu hebben, hè, die zit daar tijdelijk? Of? Ja, die is tijdelijk tot er een nieuwe burgemeester benoemd wordt. Ja. En als opvolger van Mark Buijs. Ja. Ja. Want Mark, gaan we even naar Jolene toe. Even gewogen, denk ik, of ik een geschikte burgemeester zou worden. Oh jee, wat spannend. Moet ik iets engs doen? Dat doen we net alsof, dat kan maar zo. Nou, ik vind dat deze al wel staat, hoor. Ja? Oh, en ik kan er maar voor staan, dat is goed. Ik kan er voorstaan. Even een van de broekje. Ik vind het passen. En wij denken dat we hier een geschikte kandidaat hebben. En we zullen u voordragen aan de commissie van wijze vrouwen. Van wijze vrouwen, ben ik geschikt bevonden? Ja, hartstikke. En van wat verwachten jullie van mij als nieuwe burgemeester dan? Wij verwachten dat u Boksel in balans brengt. Ja, leg eens uit, en kort. Dat eindelijk misschien het spoor opgelost wordt en we allemaal weten in welke richting we moeten rijden op de markt. Nou, als dat alles is, dan gaan we aan werken. Ook, ja. Nou, bedankt. Succes vanmiddag. Ik moet hem weer afgeven, zie ik. Daarmee krijg je zo'n wachten. Ja, waarschijnlijk is het zo dat ze Jolene inmiddels nieuwe burgemeester benoemd is. Nou, de volgende groep die er echt in wel beeld is, dat is echt wel. Ja. Dat is weer zo'n specifieke groep die ook de laatste jaren regelmatig in de optocht aanwezig is. Er ja zijn een aantal muzikanten die eigenlijk niet allemaal lid zijn van een muziekgezelschap, van een harmonie of van een fanfare, maar gewoon heeft iedereen de kans om met hun muziek te maken tijdens carnaval. Wat zij dit jaar nieuw hebben is dat ze op carnavalsmaandag gaan ze een grote dweltocht in Boksel organiseren voor alle soorten muziekjes en carnavalsliefhebbers om van de ene kroeg naar de andere te trekken. Mm. En als dat onder muzikale begeleiding van deze groep kan, dan is dat natuurlijk hartstikke mooi meegenomen, want daardoor krijg je ook wat meer activiteiten in het centrum. Ja. Ze hebben ook nog een banaan meegenomen. Ja. Ja.
Nou ja, en als je dan aan die wedstrijd wil deelnemen, die carnavals, of die duelwedstrijd die ze gaat organiseren, ja, en je wint, dan krijg je als prijs een lauw biertje en eeuwige roem. Oh god. En een lauw biertje heeft te maken natuurlijk met... We zien hier iets. Wat is dit, Jan? Geen idee. Maar ik denk dat het een kanunneke zijn. Ja? Die aanhoudend droog. Aanhoudend droog, dat ze dat uitbeelden. Maar dat is weer een soort spontane deelnemer aan de optocht. Maar ja, die hebben meestal... Kijk, maar wat ze nou met aanhoudend droog uit willen beelden, want het lijken eigenlijk meer keistampers. Ja. Die met de klompen, ja, het wegdek aan het bewerken zijn. Ah, oh ja. Hey, wat staat er nou eigenlijk op het spel voor als je meedoet aan een optocht in Boksel? Nou, wat kun je winnen? Ja, je hebt drie categorieën waarin je kunt deelnemen aan de optocht. Nou, vier nu. Vier categorieën. De, ja, ene categorie is categorie wagens. Ja. Die worden apart beoordeeld door een... Voor iedere categorie is een aparte jury. Ja. Dus die worden door een bepaalde jury worden die beoordeeld. Dan heb je de categorie loopgroepen. Ja. Zoals we net de kittels hadden bijvoorbeeld. Dan heb je de categorie muziek. Mm-hmm. Die worden apart beoordeeld. En de categorie spontane deelnemers. Nee, we zien hier trouwens, ik zie in één keer het nummer. De Sissy Girls zijn dit, met de keiner van Jas. Zie je dat? Oh ja, nou zie ik het, ja. Oh ja, nou ze beter in beeld zijn, nou zie je dus eigenlijk wat ze uitbeelden, ja. Nou, de keiner van Jas de keistamper. Ja, dat is natuurlijk de reus van Boksel. Ja, de reus van Boksel, ja. Hij komt niet vaak van achter zijn donkere wolk vandaan, maar vandaag met het regenweer is hij toch tevoorschijn gekomen. En wat misschien nog niet bekend was hier in Boksel, maar dat mag natuurlijk wel bekendgemaakt worden, is dat Jas heel veel nakomers heeft onder de vrouwen. Echt? In Boksel, ja. Jas heeft ervoor gezorgd dat er heel veel vrouwen in Boksel op een gegeven moment... Ja. Jas heeft het goed gedaan. Jij hebt het goed gedaan. Ja. Oké. Dan krijgen we carnavalsvereniging de Walvissers. Ja, carnavalsvereniging de Walvissers. Walvissen is eigenlijk een carnavalsvereniging die eigenlijk een jeugdcarnavalsvereniging is. Want dat, ja, zijn eigenlijk de Walvissers. Die zitten op de Zeelandse Wal. Ja. Hebben daar hun eigen hofpaleis eigenlijk. Waar zij tijdens de carnavalsdagen... vier dagen aanwezig zijn om op een heel leuke manier... Dus zij vieren eigenlijk carnaval altijd alleen met elkaar? Met elkaar, in de Walnoot. Oké. Okay. En het gemeenschapshuis daar. En dat is natuurlijk heel erg bijzonder voor zo'n wijk. Omdat de meeste wijken, de meeste carnavalsverenigingen die in de buurt zitten... hebben over het algemeen geen eigen accommodatie. Maar bij de Walvisjes is dat natuurlijk wel zo... Het zijn allemaal vrijwilligers die ervoor zorgen dat die kinderen bezig gehouden worden. Hebben ook een eigen prins, prinses en een raad van elf. Ja. Waardoor het een beetje een officieel karakter heeft in die wijk. En volgens mij gaan we naar Jolijn weer toe, Jan. Want ik zie dat Jolijn... Ja. Ja, dankjewel Geert. Ik ga gewoon even, in hoeverre ik het kan, wil ik de wagen in. Even kijken of we met de snoer halen. Hallo, kun jij nog mee, Christian, de cameraman? Ik ga even binnenkijken, heb ik altijd al willen doen. Dus dit is het nou, jongens, hier binnenin. Hallo? Ik ben even stiekem jullie wagen ingegaan, wat is het hier gezellig? Ja, het is hier inderdaad heel erg gezellig. Wat doe jij vanmiddag? Carnaval vieren. Ja, maar wat heb je in je hand? Geld. Nee. Geld? Ga je dan strooien? Ja. Wauw. Hey, ik wens jullie een super mooie middag. Jullie staan hier lekker warm. Heel veel plezier, hè? Ja. Ja? Doeg! Doeg! Ja, Jolijn die was even bij de walvisjes, Jan. Ja. Ze heeft ze mooi geïnterviewd. Wie zit er daarna? Ik zie weer een loopgroep voorbij komen. Zijn dat de toeristentrekkers? Verrekkers prout op Bokstol? Waarschijnlijk wel.
Maar ik kan van hieruit ook eigenlijk nog niet zien. Geen verstand zie ik hier staan trouwens. Nee, het is geen verstand. We klappen erop. Huizenmerk op zijn kop. Geen verstand is de grote wagen die daar... Maar misschien hoor je ja, er wel bij. Ja, nummer 9. Ja, nummer 9, ja. Geen verstand. We klappen erop. Huizenmerk op zijn kop. Ja. Eigenlijk willen ze uitbeelden dat de burgers... Omdat ze geen huis kunnen bemachtigen. Ja. Het heel erg vervelend vinden en daarom eigen initiatieven gaan ontplooien. Ja. Om te kijken of ze op een gegeven moment toch op een of andere manier een huis kunnen bemachtigen. Ja. En, want is die huizenprijs zo enorm gestegen in Boksel? Nou, niet alleen de huisprijs, maar de gemeenteraad van Boksel heeft de laatste jaren getalmd met ervoor te zorgen dat er voldoende woningen in Boksel gebouwd werden. Ja. Het is alleen zo geweest. Het is alleen zo dat er op een gegeven moment alleen maar renovaties hebben plaatsgevonden. Ja, ja. En dat het aantal woningen wat er gebouwd wordt heel erg beperkt is. En er is een enorme vraag naar woningen, ook in de gemeente Boksel. Ja. Dus daar... Wat zijn deze? Jan, we gaan naar Jolijn toe. Oké, okay, dankjewel. Ja. Want ik zie hier een man met bokshandschoenen. Ik ga even kijken hier, want hier staan er twee zonder handschoenen. Goedemiddag. Lopen jullie een beetje de kantjes ervan af? Nee, wij zijn van de begeleiding van de wagen. Oh, jullie zijn van de begeleiding? Wij van deze? Dat er geen kindjes tussen de auto's komen. Oh, heel belangrijk werk, ja. Dus ik hou je op. Ja, wij zorgen ervoor dat alles een beetje veilig blijft. Goeie zaak, succes met het goede doel. Ja, dankjewel. En jullie ook nog heel veel plezier natuurlijk. Dankjewel. Ja, we slaan erop los. Jolijn is volgens mij... Even aan het zoeken, maar wat zien we, Jan? Wat zien we? Wij zijn ook aan het zoeken. Wat maar zien we? Volgens mij is dit nog die wagen van... Ja, dit is geen verstand. Ja, dit is nog de wagen van dit is het huis wat op zijn kop staat eigenlijk, ja. Hè? Ja, dat is het huis op zijn kop. Ja, nee, dat wat klopt. Wat moet voorstellen. Ja. Ja. Ze hebben toepasselijk een nummer in Holland staat een huis erbij genomen. Ja, en de kindertjes draaien maar rond hier. Maar ja. Welkom bij de Huizenmarkt op zijn kop. We gaan vandaag bieden op ons huis op zijn kop. We starten bij 400.000. Maar ja, het is denk ik niet alleen in Boksel dit onderwerp. Hè. Dit onderwerp is natuurlijk door heel Nederland op dit moment aan de hand. En dame mevrouw biedt 500.000 euro. Ja, voor de mensen thuis die net hebben ingeschakeld, u kijkt nog steeds naar de grote In de Trek 2019 hier live bij Omroep Dommeland. We hebben al een stuk of zes verschillende gezelschappen voorbij zien komen. We hebben in totaal 20, dus ik zou zeggen pak een biertje erbij, pak een lekker chipje erbij, ga lekker achterover hangen. In uw luie stoel en zie hoe deze mensen hun best hebben gedaan om gewoon een prachtige carnavalsoptocht hier in Boksel voor elkaar te boksen. Het begon slecht qua weer, maar inmiddels is het droog. Zie je her en der de mensen uit hun huizen druppelen naar buiten toe. Hé Jan? Ja, dus, maar ja, het is ook... Het was ook eigenlijk niet normaal zoals het is. Het is wel jammer straks, hè? Zo, dat ja. Zo dan een carnavalsoptocht moet zijn met het weer. Ja, we hebben hun uiterste best gedaan om leuke creaties in die carnavalsoptocht te brengen. En als je dan ziet dat er eigenlijk weinig publiek was, tot voor heden, ja. Tot voor even, dan, dan is dat heel erg jammer. Ja, we zien hier weer een loopgroep. Ja, dat is de toeristentrekkers. Boksel, wie zijn dit? De toeristentrekkers. Die zijn trots op Boksel. Er zijn... leden van carnavalvereniging Skon Boksel. Ja. Zij willen eigenlijk tot uitdrukking brengen dat er in Boksel heel veel moois te zien is en heel veel te beleven valt. Ja. En dat het daarom eigenlijk noodzakelijk zou moeten zijn dat er meer toeristen naar Boksel komen.
waarbij ze de Amsterdamse grote letters die ze I am Amsterdam. Ja. Bij het Museumplein hadden staan. En hun leus is ook, we zijn verrekkers proud op Boksel. Ja. Kijk, en zei I'm, ja, I'm Boksel. Hebben ze daar, dragen ze daar bij zich. Ja. Ze daar op het ogenblik op de grond staan. En ja, zij willen dus eigenlijk proberen om het recreatieve en het toeristisch gebeuren in Boksel tot een succes te brengen. Ja. En, daarom zijn ze ook blij dat ze... Want ze brengen ook met... Nou ja, Boksel ligt in een hartstikke mooie omgeving, ja, toch? Hè? Ja, als je zou kijken voor toerisme, biedt het enorm veel mogelijkheden. Ja. Veel natuur om Boksel heen. Heel veel natuur in Boksel. Maar er zijn ook andere dingen in Boksel. Ja. Musea bijvoorbeeld. Jan, ik moet je even onderbreken. We gaan naar Joleen toe. Ja, want ik zie hier iets heel moois voorbij komen. Dankjewel, Geert. Hier hebben we een hele mooie dame. Ik pak even... Draai eventjes om, als je wil. Ja, hier op camera. Hartstikke mooi. Proud of Boksel. Noem eens een paar dingen waar je proud op bent. Gewoon al sowieso de mentaliteit van de Bokselaren en dat we met z'n allen Boksel op de kaart zetten. Daar zijn we proud of. En wat zijn er speciale dingen voor Boksel waarvoor de toeristen hier naartoe moeten komen? De museums, de Dino Museum. Nou ja, gewoon eigenlijk alles. Boksel is gewoon leuk. Wat dacht je van de zomer met die glazen huisje in het natuurgebied? Ja. Die waren fantastisch. En wij zijn natuurlijk fantastisch, de Boksel mensen. Jullie zijn helemaal fantastisch en jullie hebben echt een publiekstrekker, zie ik letterlijk. Want de selfies, die gaan super, hè? Ja, 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 die gaan hartstikke super. Mooie middag. Maar we hebben de letters uit Amsterdam, ja. Die hebben we naar Boksel gehaald. Ja. En wij vonden het zo'n onzin dat die daar weggehaald werden. En wij hebben ze gewoon hergebruikt voor Boksel. Dat hebben jullie hartstikke goed gedaan, keigoed gedaan, ja, zeggen we dan in Boksel. Dankjewel. Bedankt. Ja. Fijne middag. Ja. We gaan naar jou, Geert. Yes, Joleen. Nou, mooi. Dat waren ze, de toeristentrekkers. Verrekkers prout op Boksel, Jan. Ongelooflijk. Ja. Ik zie je daarachter weer een nieuwe loopgroep aankomen. Wie zijn dit? Een loopgroep? Dat zouden wel eens spontane deelnemers kunnen zijn. Is dit ook een spontane... Is dit, volgens mij is dit op zoek naar de burgemeester, of niet? Alle goeie in drieën. Ja. Of niet? Ik zie volgens mij met de hoge hoede. Ja, denk ik dat dit de burgemeesters moeten voorstellen. Dat zijn, alle goeie in drieën op zoek naar een burgemeester. Ja. En ze zullen waarschijnlijk ook, zoals de anderen gedaan hebben, in het publiek... Joleen gaat er even over. Ik word weer meegesleurd, hè? Oeh, ik ga ergens achterop. Kan ik, hè? Dat kan ik met één hand. Heel gevaarlijk. Koekoek! Jongens, er zit... Volgens mij is er een hint. Volgens mij willen ze... Oh, help! Nou, dit is wel heel leuk. Als je het zelf niet kunt zien, dan heb je nu lol erin. Ik ga even de voorkant kijken. Dankjewel. Wat heb ik gemist? Ja, dat zult u nou zien, hè. Nou, ik kan me voorstellen dat jij een leuke middag hebt zo. Ja, echt wel. We hebben altijd leuke middagen. Ja, ja, met z'n drieën. Wij zijn met z'n drieën de drie gekste. Nou, daar ga ik om als we maar plezier hebben. En zo is dat. En zo is dat. Een mooie bijdrage geleverd. En dat het weer mooi blijft, dus daar ga ik door. Dat komt helemaal goed. Goed maar zo. Wat heb ik verdiend? Mooi kort. Altijd al willen hebben. Kijk, zo is dat. Geert, ik ga naar jou. Goed zo, dankjewel. Oproep Boksel. Ja, ik begrijp uit dit beeld, Jan, dat ze toch liever een vrouw als burgemeester willen hebben. Zo te zien wel. Maar ja, het is ook nog geen uitgemaakte zaak of het een man of een vrouw wordt. Dus, Nee. Wat krijgen we ik daar? Ik vond het beeld van Joleen wel apart. Ja. S bij Boksel zie ik hierop staan. Ja, dat zijn Giro Girls of zoiets dergelijks, neem ik aan. Even kijken, dat zijn de buurtvrouwen. De buurtvrouwen die doen ook regelmatig mee aan de optocht. En die hebben dit jaar sorteren ze alvast voort op het gegeven dat over een aantal jaren Liemde of het Gemel. S bij Boksel. Het is koud. Hè, we bibberen. Liemde hoort al bij Boksel, maar ja, dus af en toe merk je daar heel weinig van. Maar, ja. S is toch officieel S. nu qua carnaval in Boksel ook? Nee, S heeft nog een eigen carnaval. Dat wel? Ja. Ja? En die zijn ook heel actief trouwens in S. Hè. Die hebben niet alleen een eigen carnavalsvereniging, maar die hebben ook een eigen, samen met de gemeente Haren nog, of in de gemeente Haren nog een eigen omroep. Oh, dus die hebben hun optocht, brengen zij daar ook in beeld. Heb ik vanmorgen toevallig gehoord. Ja. En, deze dames, die komen niet uit S, maar die komen uit Boksel. Maar die,
Maar ze willen eerst bij Bokstel. Ja. Ja. Gedeelte van, in ieder geval het grootste gedeelte van S komt bij Bokstel. Ja. Een klein stukje moet naar Vught. Ja. En we zien inmiddels de volgende groep. Dit zijn de kanunniken, aanhoudend droog. Zouden zij nu echt, want dit is een zo'n groep die in één keer ingesprongen is vandaag tijdens de optocht en zich hebben opgegeven. Wat beelden zij uit eigenlijk? Want aanhoudend droog, kijkende naar het weer van vandaag, ik denken ze zijn daarop ingesprongen. Nou, maar ik weet het ook niet, maar ik denk dat Jolene nu al weet wat ze uitbeelden. Ja, ja, Jolene. Ja, Geert, dankjewel, want ik sta hier in ieder geval droog met een föhn. Ik ben van de droogservice. Het is lang geleden dat wij zo'n natte optocht hebben gehad. Wij dachten, daar moeten we iets aan doen, dus ik heb een kapje bij, een droogkapje, ik heb een föhntje bij. Maar ik heb ook een handdoekje, dus als je nog iets nodig hebt. Heb je ook een handdoekje? Ja. Oh, jij zorgt echt voor dat iedereen droog is. Ik zorg dat iedereen droog is. Hartstikke leuk. Er hebben al heel veel mensen gebruik van gemaakt. Die hebben er al hun haren mee gedroogd en een brilletje afgepoetst. Maar ik heb ook krulspel, dus als je nog iets wilt hebben. Nou, ik vroeg me even af, want staan jullie ook letterlijk droog na de optocht? Wij staan na de optocht, gaan wij niet meer droog staan, ben ik bang. Nee, dan wordt het dwijlen met de kraan open? Ja, dat wilde niet weten. Jullie zijn spontane loopgroep, jullie winnen vaak prijzen? Wij doen heel vaak mee als kanunniken dit jaar weer. Ik denk al zo'n 30 jaar. Al zo'n 30 jaar. En hoe lang hebben jullie hierover nagedacht? Wij beginnen altijd op vrijdagavond, komen we bij elkaar. Zaterdag dan gaan we knutselen en zondag doen we mee. Super. En dat is elk jaar hetzelfde. Ik vind hem geweldig. Ja. Houden we droog, hè? Ja, we houden het droog. Okay. Als jullie het ook maar droog houden nog. Fijne optocht allemaal, thuis. Hallo. Geert, we gaan weer naar jou. Ik stond even lekker droog. Jolene, daar zijn we weer. Nou ja, ik hoorde net Jan, jij kan het volgens mij niet meekrijgen, maar dat ze op vrijdag zich voorbereiden, op zaterdag het in elkaar knutselen en op zondag meedoen. Ieder jaar weer. Ja. Dat is toch best bijzonder. Allah, creatievelingen bij elkaar. Ja. Of zouden ze een krat pils erbij zetten? Nou, daarvoor moet ik wel. Ja. Maar goed, dat... Wat zien we hier? We zetten Nederland op zijn kop. Ja, iedereen op zijn kop. Ze hebben dus een soort lachspiegel hebben ze bij zich. Ja. Waarmee ze dus eigenlijk... Oh, dit is ook zo'n groep die ingestapt is, hè? Spontaan. Spontane groep die op een gegeven moment op een ludieke wijze aan die optocht wat wil toevoegen. Kijk, en dan houden ze de spiegel voor en dan stuip ze kop. Zien we een grote wagen aankomen. Ja, dat is eigenlijk een grote wagen. En dat is van de carnavalsvereniging Geen Drank, Geen Klank. Ja. En een aantal jaren zijn ze in Bokstel eigenlijk al bezig. Het gemeentebestuur en de Stichting Openbaar Carnaval. Ja. Om te kijken of ze ergens een bouwplaats voor wagens kunnen hebben. Ja. Maar tot op heden is er niks van terecht gekomen. Dus een soort centrale bouwplaats waar iedereen eigenlijk terecht kan. Wat je in Den Bosch bijvoorbeeld ziet. In heel veel plaatsen. Waar je op een aantal plaatsen in Nederland waar dat gewoon geregeld is. Ja, maar hier in Bokstel is dat kennelijk toch een beetje te moeilijk. Maar waar bouwen deze mensen hun wagens dan? Ja, meestal nu bij agrarische bedrijven. Meestal. Ja. En misschien ergens een hal of een kleine ruimte die leeg staat waar ze een niet al te grote wagen dan kunnen bouwen. Ja. Zoals deze dus, dat is niet al te groot. Ja. Maar wat ze nu willen aangeven is dat eigenlijk al die carnavalsverenigingen met hetzelfde probleem zitten. En iedereen zit nu in het schuitje. En dat schuitje dat zie je dus hier in die optocht. Die hebben we gehad, de buurtvrouwen, die hebben we gehad. Ja. Ja, voor de mensen thuis die inschakelen, u kijkt nog steeds naar de grote In de Trek 2019 hier live bij Omroep Dommeland. Het weer, het is inmiddels droog, dus de mensen die druppelen een beetje nu naar buiten toe. We zijn inmiddels weer zichtbaar. Kijk Jan, ze hebben ons weer op beeld, okay. Dus dat is fijn. Wat ik al zei, u kijkt nog steeds live naar de grote In de Trek 2019. Jolene die is er ook bij, die staat her en der tussen de mensen en die schakelen we af en toe naar over. Jan, wat vind je nu van het geheel wat je op dit moment ziet? Nou, er is wel behoorlijk wat variatie in de items, de creaties die in de optocht naar voren worden gebracht. Op zich is het best leuk, maar ja, je hebt toch ook te maken met het feit dat de mogelijkheden die er in Bokstel zijn om... want we hebben net al met de bouw van die wagens gehad.
de mogelijkheden zijn toch beperkt om echt grote wagens hier in Boksel in de optocht te hebben. Dat is heel jammer. Wie komen er nu aan? Ja, we hebben even de schone schijndragers hebben we. Die hebben we eigenlijk gemist. Ja, die, maar dit is weer een wagen. Dit is. Volgens mij gaan we naar Jolene, Jan. Kijk mee. Ja. Oké, ik ga even kijken, want hier komen hele stoere mannen en vrouwen aan. En ik ga er eens even tussen lopen, want het is een speciaal loopje. Jullie hebben een speciaal loopje, zie ik. Ja, we zijn. Doe eens even voor, doe ik een stukje mee. Het is natuurlijk lastig met dat ding. Jullie zijn van? De achterblijvers. De achterblijvers. Ja. En er is een gat, dus jullie moeten doorlopen, denk ik. Oh, de wagen komt er al aan. Horen jullie niet in de kar met heel veel drank te zijn nu? Nee. Na de optocht, dan kunnen we weer tegenaan. Oké. Nou, ik zou zeggen, doe het loopje. Ik doe een stukje mee. Oh, dit is wel moeilijk. Het is een beetje hakken, of niet? Ja. Heb ik nooit gedaan, dat is mijn eerste keer. Nou, een beetje blijven oefenen, dat komt helemaal goed, denk ik. Okay. Ik doe een beetje mee en ik zwaai jullie uit. We gaan naar jou, Geert. Yes, Jolene. Ja, ze hebben een King's Knight Vissa. Kunnen wij eigenlijk wel zeggen. King's Knight 2018. Ja, tijdens de King's Knight. Ja, Koningsnacht. Was er een optreden van een hele bekende disc-jockey. Ja. Die een geweldig programma bracht. En toen kregen de organisatoren van die nacht die kregen te maken met de boa's, de handhavers. Ja. Die vonden dat het geluidsniveau te hard was. En toen hebben ze de stekker eruit getrokken. Ja, toen moest het dus helemaal teruggedraaid worden. En waardoor het hele sfeer tijdens die Koningsnacht weg was. Ja. En ja, dat is natuurlijk erg. Dus om resume, daar stond de DJ op te treden tijdens Koningsnacht. Ja. En om 10:30, 11:00 was het volgens mij. De boa was het wel genoeg. Daar hebben ze stekker eruit getrokken. Nou, dat proberen ze uit te beelden dat eigenlijk niet meer kan. Nee, en niet moet kunnen. Nee. Als je een feestje hebt, dan moet het gewoon gevierd worden. Ja. Is het heel normaal, Jan, eigenlijk in carnavalsoptochten, dat het volk zich eigenlijk geroepen voelt om zich even te uiten naar de gemeente toe? Even te uiten over waar ze het niet mee eens zijn. Nou, dat is in Boksel in ieder geval zo, maar dat is in veel Brabantse gemeenten zo. Ja. Dat tijdens carnaval heel veel ongenoegen wordt geuit over de wijze waarop het gemeentebestuur in zijn algemeenheid omgaat. Ja. Met allerlei zaken die in de gemeente plaatsvinden. Maar misschien zit de burgemeester wat te kijken, dan spreek ik u nu toe. Misschien trekt u uw lering uit. Ja, dat zou heel erg goed zijn, maar het is niet alleen de burgemeester, maar het is het college en de gemeenteraad. Kijk, een college is op een gegeven moment om de gemeente te besturen, maar een college is er net zo goed om ervoor te zorgen dat de wenselijkheid van de burger zoveel mogelijk gevolgd wordt. En vaak is het zo dat bestuurders de neiging hebben om hun eigen zienswijze doorgevoerd te krijgen. En ja, dat staat dikwijls averechts op hetgeen de burgers eigenlijk graag zouden willen. Ja. En daarom is het misschien wel eens goed dat het in een optocht dan weer eens een keer aan de orde gesteld wordt, zodat men wat meer tot inkeer zou kunnen komen om ervoor te zorgen dat het leuk blijft. Ja, we zien hier een volgende boot, of een volgende boot eigenlijk, een schuit. Volgens mij Boksel gaat de boot in. Is dit de carnavalsvereniging Skon Boksel, denk ik? Dat is carnavalvereniging Skon Boksel, ja. Boksel gaat de boot in. Ja, en dat heeft onder andere ook weer te maken met de woningbouw. De jongeren die hebben amper gelegenheid om hier in Boksel de woningen te bemachtigen, omdat de woningen die er zijn A, veel te duur zijn. Ja. En B, er een enorme wachtlijst is voor sociale woningbouw. Ja, dat mensen geen plek hebben om te wonen. Geen plek, ja. Dus ja. En ja, zij geven dus eigenlijk aan van ja, iedereen hier in Boksel, vooral de jongeren, die gaan de boot in omdat ze niet de mogelijkheid krijgen om zich in Boksel te blijven vestigen. En Boksel op een gegeven moment moeten verlaten. Wat natuurlijk weer vervelende gevolgen heeft voor het culturele gebeuren in Boksel. Omdat vooral de jonge lui vertrekken. He, voor muziekverenigingen is het bijvoorbeeld belangrijk, maar ook voor andere. Ja, terwijl de jonge aanwas juist zo belangrijk is om die te behouden. Anders krijg je een grote vergrijzing in je dorp als Boksel. Nou, een heel goed voorbeeld daarvan is Lennersheuvel bijvoorbeeld. Ja, we zien hier de nieuwe kerk van het natte theezakje. Ach, ja. Nou, dat is carnavalsvereniging De Natneus. Ja. Dat is trouwens ook een grote carnavalsvereniging. En volgens mij gaan we weer naar Jolene, Jan. Die gaat heel veel een kijkje nemen bij deze natte theezak. Oké, ja, dat klopt. Want ik zie hier een hele mooie gemaakte theepot van de natneuzen.
En het ziet er super uit. Ik wil even zien, oeh, wat komt hier aan? Theezakje happen. Ik ga ze even vragen wat ze doen. Ik ga jou even vragen, wat voor moois zien we hier? Wat moeten we doen? Er wordt hier, je komt bij een nieuwe kerk, dat theezakje. Ik zie een theezakje heel hoog boven mijn hoofd. Je wordt gelegen. En dan moet je happen? Wat moet je dan doen? Moet je pakken of wat? Nee, die hangt gewoon boven ons. Oh, die gaan ze gewoon gezellig leuk mee zwaaien. Ik ga kijken of ik hem kan zien. Ik doe even mee. Leuk. Oh, jullie hebben echt een dansje, zie ik. Ja, dat proberen we wel, hè. Wat leuk. En wat is het theezakje? Wat staat de bedoeling van? Wij zijn het nieuwe geloof. En wij hebben het geloof als een theezakje. Het nieuwe geloof in een theezakje. Ja, ja. Ik vind hem heel diepzinnig. Ja, vonden wij ook. En heel mooi gemaakt. Ja, dankjewel. Ja, Jolene. Heel bedankt. We gaan naar jou. Bij het natte theezakje. Jan? Ja. van carnavalsvereniging. De natneuzen. De natneuzen. Ja, die carnavalsvereniging is een vrij grote vereniging. Die hebben de voorbije jaren al een paar keer een verhuizing meegemaakt. Want vroeger zaten ze in Marktzicht op de markt. Ja. En die zijn op een gegeven moment verhuisd naar de Adelaar in de Baroniestraat. Ja. En ja, nu de Adelaar gesloten is, moesten ze weer op zoek naar een nieuwe onderkomen. En ja, vindt die maar eens hier in Boksel. Want deze mannen hebben het ook gezellig zo te zien. Die zijn aan de borreltjes al begonnen. Ja, ja. Die laten er geen gras over groeien. Nee. Die hebben een warme, gezellige carnaval. Ja. En Jolene die moet ook even er. Maar ik kan me voorstellen, in de kou, dat het even helpt om een klein borreltje te nemen. Ja. Nou ja, groot respect voor de mensen die meelopen. Dat mogen we wel zeggen tijdens deze optocht. Want het is niet niks natuurlijk. Nee. En volgens mij, Jan, als ik het goed begrijp, is er nog steeds een drooglegging tijdens de optocht. De mensen die meelopen, die mogen geen alcohol nuttigen. Ja, dat is een van de regels die... Sinds een aantal jaren is dat, een aantal jaren is dat... want in het verleden werd er veel te veel bier in de optocht meegenomen. En ja, dat escaleerde op een gegeven moment omdat mensen onder invloed van bier op een gegeven moment te enthousiast waren. Ja, en misschien is het ook gevaarlijk, hè? Tijdens met de grote wagens waar we mee te maken hebben. Die moeten wel veilig door de straten van Boksel heen gemanoeuvreerd worden. En nou moeten ze wachten tot de optocht op de markt terug is. Want straks blijven ze waarschijnlijk nog een tijd op de markt staan. Omdat de prijsuitreiking dit jaar voor het eerst weer op de markt zal moeten plaatsvinden. Ja. We zien hier volgens mij weer een mooie muziekclub. Dat is... De Ducktown Band is dat. Ja. En de Ducktown Band, dat is een de muziekgroep die hoorde eigenlijk bij carnavalsvereniging De Achterblijvers. Mm-hmm. De Ducktown Band heeft dit jaar... die treedt dit jaar ook weer op als hofkapel voor Prins Donald de Vijfde. En aansluitend heb je dan op een gegeven moment ook de Raad van Elf die hier achter komt. Ja, we zien, we gaan langzaam voor de mensen thuis naar het einde van de optocht. Maar voordat we zover zijn, gaat Jolene er nog even in. Kijk even mee. Ja, ik ga erin, want ik loop meteen door naar een van mijn favoriete Raad van Elf leden. En hij loopt weg. Jij loopt niet weg van mij, hè? Ja, ik moet jou hebben. Maar dan moet je mij hebben. Je houdt het goed vol in Boksel als Amsterdammer, jij. Nog steeds, hè? Ja, maar jullie staan niet op de wagen. Nee, er was iets met, ik weet het niet precies, maar volgens mij was de wagen verkocht of zo. En toen was het van, hebben we weer meer geld. Dus je moet lopen dit jaar? Ik moet lopen, dat is schandalig. Oelalalala, dat is een lange route dan, of niet? Nee, ze is ingekort ook. Dus, hij is ingekort? Ja, dus dat geldt ook weer. Rechts naar het Hofpaleis. Ja, maar dit jaar geen jubilea. Nee, dat was geen 55, het is geen 11, het is geen 22. Volgend jaar Amsterdams jubileum. Dus nou de wagenpas erin en op naar het Hofpaleis. Ja. Oké, hey, bedankt. Loop ze. Over naar jou, Geert. Ja, Jolene. Dan gaan we alweer naar de laatste wagen toe. Ja. En dat is de wagen waar de prinsen op staan. Hè? Samen met de jeugdraad. Want het is de eerste keer eigenlijk dat ze samen op één wagen staan. Maar dat heeft een reden volgens mij, Jan. Ja, dat heeft ook weer een reden. En die reden is dezelfde reden die we eigenlijk steeds meemaken in Boksel. Dat is... Sorry. Dat is dat... er te weinig jeugd is
om de jeugdprins en de jeugdprinses en de jeugdraad van 11 muzikaal te begeleiden. Mm-hmm. We hebben het afgelopen jaar hadden we steeds een grote groep jeugdige leden van de muziekvereniging die tijdens de carnaval dus als hofkapel voor de jeugdprins gingen optreden. Maar helaas is dat nu een stuk minder geworden. En omdat de Knokkers vandaag geen aanvulling aan die groep kunnen geven. Ja. De Knokkers is de organisatie die het jeugdcarnaval onder haar hoede heeft. Is het nu zo dat alleen ja, dat we samen moeten. We gaan over naar Jolene. Jolene die gaat heel even kijken bij de prinsenwagen. Ja, ik kan niet zeggen. Ik mag op de wagen, maar hij is heel goed beveiligd. Dus we kijken meteen even hoe die open moet. Oh, ik moet er hier in. Daar, ja. Oh, wacht even. Ja, ik ben er. Ik ga even naar boven. Als ik erbij pas, ga even naar Prins Carnaval van Boksel natuurlijk. Even klimmen. Kan iemand mij een hand geven? Kijk, daar is Jolene. Daar ben ik. Wauw. Geweldig, hè? Leuk, hè? Een hele andere wagen, hij is een stukje kleiner. Ja, maar we staan wel samen met de jeugdprins en de jeugdprinses op één wagen. Helemaal top. Dat is wel heel gezellig met jong en oud bij elkaar. Het moet kunnen. Hoe gaat het tot dusver? Prima, tot nu toe gelukkig nog een klein beetje de weergoden ons goed gezind. Als we maar droog houden, op de markt was het net iets anders. Maar goed, we houden het droog tot aan het eindstreepje, zeker te weten. Ja, en jij als prins van Boksel, jij blijft lachen. Ik noem jou wel eens de lachende prins van Boksel. Ja, goed, ik blijf lachen. Het is ook zo'n leuk feest. Het is geweldig. Van s'morgens vroeg, s'avonds laat. Helemaal mooi. Ja. Ik ga er weer vanaf. Okay. Met jullie gaan rijden. Ik ga de bocht maken. Wil je nog iets tegen de boksen kijken? Zeg, oh, ik rij mee. Oh, ik ga er dadelijk wel uit. Ik rij mee. Dag, Omroep Dommeland. Ja, Jolene, die, dank je wel, Jolene. Daar staan ze. Op de prinsenwagen. Ja Jan, volgens mij zijn we een beetje aan het einde van de optocht toegekomen. Ja, of wil je nog iets kwijt? Ja, ik wil nog iets kwijt. Kijk, het is natuurlijk heel jammer, dat, of eigenlijk dubbel jammer, dat de echte prinsenwagen er niet is het ene. Ja. Want dit is eigenlijk de prinsenwagen van de jeugd. Ja. En daardoor mis je dus eigenlijk een hele grote wagen in de optocht. En op de tweede plaats is het jammer dat de jeugd geen eigen muziek meer heeft. Ja. En dat is eigenlijk, ja, het zou een doodsteek kunnen zijn van het carnaval in de toekomst. Als, ja, als de jeugd op een gegeven moment niet betrokken blijft bij het carnavalsgebeuren. Ja. En daarom zou ik zowel de ouder als de jeugd willen oproepen om de komende dagen toch echt in Boksel goed carnaval te blijven vieren. En een beetje te proeven van de sfeer die er is. Er zijn één de kooi in de Boksel genoeg. Eén de kooi zijn in Boksel de horecaverenigingen, de horecabedrijven die er zijn. Er zijn, maar voor de jeugd zelf zijn er bijzonderheden. B-Town bijvoorbeeld, waar de jeugd van 14 tot en met 17 jaar terecht kan. De kwekpoel waar de jeugd beneden de leeftijd van 14 jaar terecht kan. Ja. En zijn prima gelegenheden om daar heel leuk carnaval te vieren. Ja. En als de jeugd daar gebruik van blijft maken, dan houden het zou het misschien zo zijn dat het in stand blijft. Maar laten we gaan het positief houden. We hebben carnaval, het is gezellig Jan. Juist. Ik wil jou enorm danken. Dat je hier was. Ja. Ondertussen gaan ze hier alles langzaam opruimen. Hier zijn ze de kabels al aan het inhalen. Volgens mij hebben ze niet door dat ze in beeld zijn, maar goed, maakt niet uit. Ik wil u thuis enorm danken. Ik wil u danken dat u vandaag heeft gekeken naar deze optocht. Maar ik wil ook een aantal andere mensen bedanken. En dat zijn de mensen hier bij Omroep Dommeland. Dit is de eerste keer dat we een uitzending als deze live hier vanuit Boksel aan u thuis laten zien van de optocht. En dat gaat niet zonder alle vrijwilligers die bij Omroep Dommeland werken. Dank voor jullie inzet. Wil u zelf nou bij Omroep Dommeland komen werken als vrijwilliger? Meld u gewoon even aan. Stuur een mailtje naar info@omroepdommeland.nl. Uw hulp is heel hard nodig. En dan wie weet kunt u ook een keer meewerken hier achter de schermen. Of misschien wel voor de schermen. Als u heel veel presentatietalent heeft. Toch Jan? Ja. Ik wil u erg danken. Een fijne, veilige carnaval. Tot snel. Dag.